Goeiedag, mijn naam is Olivier van Bekken. Ik ben kandidaat voor D66 Zwolle, dat wil zeggen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De D van D66 staat voor democratie. Voor democraten natuurlijk, maar vooral voor democratie. En democratie is meer dan één keer in de zoveel tijd je stem laten horen. Democratie is weten wat er speelt in je stad en meebeslissen over wat jij belangrijk vindt in Zwolle. Bijvoorbeeld over wie de burgemeester wordt. Wij van D66 vinden het jammer dat we die nog niet rechtstreeks kunnen kiezen. Wat we wel gaan doen, is alle kandidaten voor het burgemeesterschap vragen om zich te presenteren. Zodat wij weten welke keuze we kunnen maken in deze stad. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat je weet wat er aan de hand is in de stad. Dat je weet welke keuzes er moeten worden gemaakt en waar we eventueel jouw stem voor kunnen vragen. Daarom steunen we de lokale journalistiek, zodat ze jou goed kunnen informeren. En we willen meer dan dat, dat je ook op andere momenten aan die verkiezingen kan meepraten. Dat kan, dankzij nieuwe technieken, dankzij internet, is het heel makkelijk om jou om je stem te vragen. Om jou je mening te vragen over wat er hier in Zwolle speelt. Die nieuwe democratie ligt om de hoek en die brengen we graag naar deze stad. Want ja, Zwolle is van jou. Om dit allemaal te realiseren, vraag ik jouw stem voor D66 Zwolle. Bijvoorbeeld dan.